Ja, schrijf niet om iets te vertellen, omdat je graag iets wil vertellen, maar schrijf omdat jouw doelgroep het graag wil weten. Yes, we mogen weer. En we gaan het in deze expert deep dive sessie hebben over content marketing. Bloggen, webteksten, video en dat allemaal om autoriteit uit te stralen. En uiteindelijk natuurlijk leads en omzet te scoren. En mijn gast vandaag aan de andere kant van Zoom is Steven van der Wetering. De beste content marketeer die ik ken, zeg ik eventjes. Ik leg de lat meteen hoog, Stefan. Welkom. Ja, we kennen elkaar nog uit de tijd van mijn eerste bedrijf, Content-E. De Content Company stond dat voor. En ik introduceerde je inderdaad als de beste content marketeer die ik ken. Nou, niet eens gelogen. Maar wat maakt een content marketeer dan zo goed? Nou ja, dankjewel voor de introductie en voor het leuke compliment natuurlijk. Ja, wat maakt een content marketeer zo goed? Ik denk dat het vooral belangrijk is om je te verplaatsen in de doelgroep. En je klanten verplaatsen. De juiste content op het juiste moment weet neer te leggen. En ook het juiste kanaal kiezen, de juiste vorm. En vooral een beetje een hands-on aanpak. Dus niet te lang blijven hangen in oeverloze overleggen. Maar gewoon lekker aan de slag en kijken wat werkt. Ja. Juist, ja, zo ken ik je inderdaad. En nou wordt content nogal eens vaag gevonden. Wat is nou allemaal content? Ja, alles, hè, inhoud zou je het kunnen noemen. Maar Netflix is ook content. Maar dat bedoelen we niet in de wereld van content marketing. Dus wat versta jij onder content marketing? Nou ja, marketing is natuurlijk gewoon je waar aan de man brengen. Je producten slijten en je de juiste doelgroep vinden. En dan heb je natuurlijk online marketing. Content marketing is een vorm van online marketing. En ja, content is inderdaad eigenlijk alle vormen van informatie. Dus video, tekst, audio, alles. Dus ja, YouTube, podcast, Netflix, het is allemaal content inderdaad. Ja. Dus ja, als je bijvoorbeeld deze podcast die we nu aan het maken zijn, is ook een vorm van content marketing. Ja. Het is eigenlijk gewoon marketing door middel van ja, waardevolle en hulpvolle informatie, naar mijn idee. Ja. En ik focus me daar binnen eigenlijk vooral op geschreven content. Ja. Dus, blogartikelen, klantcases, gastblogs, dat soort dingen. Ja, en dat wordt toch ook wel vaak, denk ik zelf meestal, daarmee bedoeld. Als je nu gaat zoeken op Indeed naar content marketeerfuncties, dan zal, schat ik zo, 80% van je tijd naar het schrijven gaan. Of zie je dat anders? Nee, dat zie ik ook wel inderdaad. Dus ja, dat is wel fijn dat die zoekintentie aansluit bij wat ik doe. Ja, precies. Voor jou beter. Maar is dat dan, het zit dus heel dicht tegen wat wij copywriting noemen. Hè? Dat zijn echte tekstschrijvers. Wat is dan het verschil? Nou, het verschil is denk ik wel dat ja, een tekstschrijver, dat is echt puur de tekst. En content marketing is natuurlijk ook een hele strategie eromheen. Ja, zorgen dat de juiste content op de juiste manier bij de juiste mensen terechtkomt. En als je dat uitgewerkt hebt, dan kun je inderdaad een copywriter erbij vragen. Maar content marketing is misschien meer de soort van de schilder omheen, waar copywriting een klein onderdeel van is. Ja, ja precies. Zo denk ik er ook over. Dus ik zou bijna zeggen het goede antwoord, voor zover ik dat mag beoordelen. Maar heb jij dan een speciale aanpak? Nou ja, ik vind gewoon, je moet niet gewoon gaan schrijven voor het schrijven. De content moet wel gelezen worden, dus in eerste instantie. Als je een nieuwe klant hebt of een nieuwe opstart, dan ga je eerst de kanalen checken. Dus is er een levendige Facebookpagina, is er een grote nieuwsbrief met veel leden. Kortom, is er een manier om de doelgroep te bereiken. Nou, als die er dan niet is, wat voor veel startups bijvoorbeeld het geval is, die net beginnen en nog geen achterban hebben opgebouwd. Ja, dan is bijvoorbeeld SEO of CA is dan een goede optie. Of ja, social advertising. Maar in ieder geval, je moet wel eerst een soort van vorm hebben bedacht, vind ik, hoe je die mensen gaat bereiken. Want als je zomaar begint te schrijven en daarna pas gaat kijken hoe je die mensen zou kunnen bereiken, dan werk je naar mijn idee de verkeerde kant op. Ja. Dat is eigenlijk stap 1, om eerst de kanalen dus te checken. Ja. En mijn specialiteit is dus vooral het schrijven van SEO-blogs. Ja. Daarbij heb ik ook wel een redelijk vaste aanpak. Ja, met SEO-blogs zijn dus blogs die bezoekers binnenhalen via Google.
Ja. Maar goed, daar heb ik ook wel een vrij vaste aanpak eigenlijk. Ik begin altijd met een zoekwoordenonderzoek. Dus eerst eens kijken waar mensen nou allemaal op zoeken. Ja. Rondom de dienstverlening of het product van de klant. En dan gaat het dus niet eens alleen om de oplossing, maar ook bijvoorbeeld op bepaalde problemen die mensen hebben. Ja. Die het product of de dienst zouden oplossen. Nou, dan heb je dus een mooie berg met zoekwoorden. Daar ga ik dan eerst concurrentieonderzoek op loslaten. Dat is een stap wat, ja, naar mijn idee, veel specialisten wel eens vergeten. Ja. Dus ondertussen al zoveel content gemaakt. Want ja, content marketing is de afgelopen tientallen jaren gewoon booming geweest. Ja. Dus je gaat eerst concurrentieonderzoek doen. Kijk, als er al over bepaalde onderwerpen al heel veel goede content gemaakt is van echte autoriteiten in de branche, ja, dan heeft het naar mijn idee niet heel veel zin om daar veel moeite en tijd in te gaan steken. Ja. Als je dan toch een beetje op pagina 2 van Google blijft hangen. Precies. Dus eerst concurrentieonderzoek, kijken waar nog kansen liggen om op te scoren. Ja, maar dat doe je dus handmatig. Dan ga je zelf gewoon kijken wat komt er naar voren en hoe sterk zijn die concurrenten op pagina 1. Ja, inderdaad. Ja, veel mensen die relyen best wel op tools, zeg maar. Ja. Terwijl ja, eigenlijk is het gewoon veel beter om een zoekwoord in te vullen in Google en kijken welke top 10 naar voren komt. En gewoon eens die pagina's te bekijken en kijken wat voor content er gemaakt is en waar er misschien nog kansen liggen. Ja. In plaats van een soort van tools te gebruiken met een keyword difficulty score. Ja, dat zegt allemaal niet zoveel. Een computer gaat echt niet voor jou vertellen of dat, de kwaliteit content is geschreven. Ja, nee, dat deel ik. Wij doen ook vaak tijdens het opstellen van een growplan een SERP-analyse, zoals we het noemen, de Search Engine Result Page analyseren. En dat is ook gewoon een soort van turven van hoe vaak komt er nou een blog naar voren, hoe vaak komt een concurrent landingspagina naar voren, productpagina. Dus waar geeft Google nou de voorkeur aan type, wat voor type pagina's? En heel vaak, echt heel vaak, zijn dat gewoon blogartikelen die gewoon goed scoren. Kun je dat verklaren? Waarom geeft Google daar de voorkeur aan? Het is niet zozeer, denk ik, dat Google daar de voorkeur aan geeft, maar waar gebruikers de voorkeur aan geven. Want ja. Google laat alleen zien, wat mensen blijkbaar het meest nuttig vonden. Dus als op een gegeven moment naar voren komt dat mensen graag blogs willen lezen, over als ze een bepaald zoekwoord invullen, dan ja, laat Google vooral blogs zien. Ja. En als je bijvoorbeeld zegt honden speeltjes kopen, dan zullen er waarschijnlijk vooral productpagina's naar voren komen, omdat de zoekintentie zo duidelijk is op productpagina's, omdat er het woordje kopen in zit. Terwijl als je bijvoorbeeld alleen het woord hondenspeeltjes zou doen, dan zou je ook nog een soort van blogs kunnen verwachten die top 10 laten zien van wat zijn nou leuke hondenspeeltjes bijvoorbeeld. Ja, je zegt die top 10, die lijstjes, die scoren ook vaak heel erg goed. Hè? Dus dat is dan ook, interpreteer ik het een beetje als Google weet het niet precies. Hier heb je in ieder geval voorselectie van blogs die dus een ook weer een top X geven. Is dat ook een trucje in content marketing, omdat het zo goed werkt dat je dat constant ziet? Ja, dat zou je inderdaad als een trucje kunnen zien. Ik denk niet dat het een trucje is om Google te manipuleren, maar meer om de psychologie van mensen wat meer te doorgronden. Mensen vinden het ook wel fijn om verschillende opties te hebben. Ja. Als ik aan jou vraag van ik ben op zoek naar een nieuwe auto, dan wil ik niet dat jij zegt, je moet deze auto kopen. Dan wil ik dat je mij 10 goede opties geeft, uitlegt waarom dat allemaal goede auto's zijn. En dan kan ik mijn eigen keuze maken. En ik denk dat het bij veel mensen op die manier werkt. En dat daarom die lijstjes ook zo goed scoren. Juist, ja. Oké. Ja, je zou kunnen zeggen, Google geeft zelf natuurlijk ook wel een soort van lijstje. Top 10 op pagina 1. Of hoeveel er ook zijn tegenwoordig. Ja. Maar in die top 10 heb je dus weer een soort van top 10. Ja. Het wordt top 10-ception op die manier. Ja, zeker. Ja, okay, dat kun je dus ook weer als een soort truc gebruiken. Dat je, stel je ziet dat er allemaal top 10's in de top 10 staan. Dan kun jij zeggen, nou, dan maak ik een top 20 lijstje. Om zo zeg maar weer nieuwe waarden toe te voegen. En zo weer een beter resultaat te maken dan de rest. Ja, dus uitbreiden en beter doen. Maar vooral ook meer, groter. Ja, dat is dus allemaal het stukje concurrentieonderzoek eigenlijk. Wat ik altijd wil meepakken. Maar daar waren we, ja. Ja, wat ik altijd belangrijk vind. Wat ik daarna doe is eigenlijk, dus dan heb ik een bepaald onderwerp in gedachten. Dat ik denk van hier kunnen we wel eens op scoren. Dit is wat mensen ongeveer willen zien met deze, met dit zoekwoord. Dan ga ik een framework opstellen. Dan zeg ik dit wordt de titel. Hier ga ik dit vertellen met tussenkopjes.
om ja, dus dan maak je een soort van skelet van een blogartikel. Die stuur ik dan meestal naar de klant met, kunnen jullie input verleveren? Of wat vinden jullie ervan? Dan komt dus de specialistische input van de klant aan bod. Ja. En vervolgens is de volgende stap eigenlijk pas ja, met die input de blog uitschrijven. En op die manier krijg je dus ja, een goede mix van specialistische content of specialistische kennis. En fijn geschreven en beantwoord je de vragen die mensen graag willen zien. Ja. En op die manier maak je gewoon een sterke blog. Ja, precies. Daar had ik ook nog een vraag over inderdaad. De input van de klant. Hoeveel tijd is er nog nodig aan input van een klant? Is dat 4 minuten, een uur? Ja, nou, het ligt natuurlijk altijd aan het onderwerp. Bij bepaalde onderwerpen die makkelijk te desk researchen zijn, ja, daar kun je de klant wel wat ontlasten. Maar bij hele specialistische B2B software, ja, waar eigenlijk alleen zij verstand van hebben, is het wel goed om als klant wat meer te investeren. En dat is ook wel goed om van tevoren denk ik af te stemmen met de klant. Ja, je verwachtingsmanagement waarin je dus aangeeft, ik kom met een skelet, vul het in. Het hoeft geen lopend verhaal te zijn, maar gewoon puntsgewijs in ieder geval jullie visie of jullie inhoud, dat je dus niet ergens anders kan vinden. Dat is altijd nodig van de klant. Ja, ja, kijk, content marketing, als je het gewoon uit je duim moet zuigen of als je puur op desk research gaat doen, ja, dan krijg je natuurlijk nooit echt, of het kan wel, maar bij dit soort specialistische onderwerpen, dan blijft het natuurlijk een beetje aan de oppervlakte. Je wil natuurlijk wel boven de rest uitsteken. Ja. Dus dan is die input is wel dan echt van meerwaarde. Juist, dat zijn zelf dus ook met de fysico's. Dus eigenlijk alle kennis die zij hebben, die in de hoofden zit van de specialist bij de klant. Nou, dat moet je er proberen uit te trekken. Hoe moeilijk is dat om de klant dan ook daaraan te houden? Want ik kan me voorstellen dat het onderaan hun to-do-lijstje staat. En dat je lage prio bent. Ja, dat is inderdaad altijd vervelend. En ik heb daar zelf nog niet echt een hele passende oplossing voor gevonden. Maar wat ik wel merk is dat zodra ze merken dat het nut heeft en dat het zin heeft, dat het zichtbaar is, dat ze dan wel snel enthousiaster worden en dat er dan wel meer snelle bereidheid is om mee te werken. Ja. En wat ook wel vaak een kronkel is bij klanten die wel leuk is om te benoemen, is dat ze zeggen, ja, ik wil die informatie niet geven. Ik wil gewoon dat ze bellen en dat ik het ze dan vertel in een soort van salesgesprek. Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk, ja, dat is een beetje af en toe een beetje een moeilijke vertaling om te maken. Want ja, je wil gewoon die content bieden. Mensen vinden het fijn om zelf te lezen. Die willen niet iemand aan de telefoon hebben. Ja. En ja, dat is af en toe nog wel een uitdaging om dat bij te brengen. Ja, het is maar een hele kleine groep die zegt van, zonder dat ik weet wat het is, ik ga even bellen. Dus ze zullen toch altijd eerst willen oriënteren. En ja. Dus spelen aan de hand van de website en dus ook de blogs. Ja, precies. Ja. En je noemde al eventjes als ze zien dat het resultaat heeft. Hoe rapporteer je succes? Ja, aan de hand van dashboards kun je natuurlijk maken met bezoekersaantallen die stijgen. Zichtbaarheid in Google, in dit geval. Zoekwoordenposities voor de zoekwoorden die we targeten. Ja. Stijgen. En, ja, wat voor tool gebruik je daarvoor? Ik gebruik daar zelf webcijfers voor. En Ahrefs. Ja. Voor rank tracking. Ja. En Data Studio om dashboards te maken. Ja, precies. Okay, dus de Google Data Studio inderdaad. En de metrics die je daar in de gaten houdt zijn dus de rankings per keyword. Daar staan we en staan er groene plusjes achter. Ja. En organische bezoekers. En ook totaal aantal bezoekers. Ja, pak ik meestal ook wel mee voor het beeld. Maar het gaat mij, als het een SEO-strategie is, dan gaat het vooral om organische bezoekers natuurlijk. Ja, dus dat is het allerbelangrijkste. Hoeveel organische bezoekers hebben we deze maand? Ja, nou kijk, het kan natuurlijk ook voorkomen dat je een maand wat minder bezoekers hebt. Maar als dan de zoekwoorden in ieder geval posities niet gedaald zijn, dan ja, wordt er blijkbaar gewoon wat minder gezocht. Bijvoorbeeld in december hebben we het natuurlijk net gehad. Dan zie ik, denk dat jullie ook bij ongeveer bij al je klanten wel een soort van dip gezien hebben. Ja. Mensen gewoon, in die laatste week gebeurt er gewoon bijna niks meer. Klopt. En ja, dat is toch een kwart procent minder bezoek die je dan hebt. Ja, ja, nee, zeker. Dus inderdaad, dat zien we bij heel veel toepassingen, veel klanten inderdaad. Dat die soms wel de helft van de maand. Bij ons was ook bijna iedereen 2 weken vrij. Dus dat merk je dan enorm, ja. Nou. Dat is ook altijd voor februari een belangrijke nuance. Die gewoon 10% korter is dan januari.
Ja, dus, ja, ja. Hè, als het allemaal gelijk is, dan denk ik, shit, 10% achteruit, dat lijkt me zo mee te vallen. Ja. Neem ons even mee in hoe je begonnen bent. Hoe ben je erin gerold? Hoe maak je de stof eigen, is eigenlijk de vraag achter de vraag. Nou, hoe ben ik begonnen? Ik ben eigenlijk altijd wel met marketing, heb ik altijd interessant gevonden. In mijn studententijd toen DJ'd ik veel, maakte ik muziek. En zet ik me via, ja, vooral social media marketing toen echt mezelf op de kaart. En deed ik ook mijn eigen clubavonden in Amsterdam, die ik op die manier vol liet lopen. Dus ja, dat markten en dat zelf bezig zijn, dat zat er altijd wel in. En ik vond schrijven altijd leuk. Dus toen ik, zeg maar, ja, voor mijn grote mensenbaan ging uiteindelijk. Toen kwam ik bij Contini terecht. En daar heb ik heel veel kunnen leren. Over blog schrijven, content maken. Ja. Toen ben ik op een gegeven moment naar Den Bosch verhuisd. En heb ik wat meer, ja, zoals Sonny van Temptation zou zeggen, heb ik gewoon mijn vleugels kunnen spelen. Oh ja, klopt, dat zou je niet zeggen. Ja, heb ik daar nog een tijdje bij een marketingbureau gewerkt en ben ik daarna voor mezelf begonnen. Ja, maar het is vooral bij Contini heb ik dus eigenlijk echt geleerd, bij jou dus in eerste instantie. En ben ik er vooral eigenlijk redelijk vrijgelaten, wel wat, met wat richting van zo doen we het, maar wel redelijk vrijgelaten. En dat heeft me eigenlijk wel heel veel geleerd om het echt zelf uit te zoeken. Ja, ja. Wij hebben een trainee. En die zei gisteren tijdens haar studietijd, want ze was gewoon aan het inlezen en Frankwatching aan het doorspitten. Of eigenlijk zelfs Google aan het doorspitten. En toen zei ze, ik kwam op een blog van jou terecht, zei ze dus tegen mij. En dat is een blog geweest, een hele lange gastblog op Frankwatching. Waarvan jij eigenlijk, uit mijn naam, die geschreven hebt. Dus die scoort nog steeds, want die is al volgens mij wel 3 jaar oud of zo. En nog steeds zie je dus dat die naar boven komt drijven in Google. Op Frankwatching natuurlijk, best wel autoriteit. Zeker. Zit er een soort van houdbaarheidsdatum aan een blog? Ja, dat is ook een mooi inderdaad. Content marketing is natuurlijk best wel een duurzame strategie. Als je social media marketing gaat doen en je maakt een plaatje en een tekstje, dan is dat na een dag alweer vergeten. Maar content marketing met blogs inderdaad is best wel houdbaar. Vooral inderdaad met onderwerpen die, ja, die heel evergreen zijn, zoals we dat noemen. Die lang relevant blijven. Zoals bijvoorbeeld bij deze. Het is denk ik een blog over linkbuilding geweest. Of, ja, linkbuilding, ja. Ja. Ja, dat blijft natuurlijk lang relevant. Dus ja, het ligt een beetje aan het onderwerp. Ik heb inderdaad ook blogs 5 jaar geschreven die nog steeds op 1 in Google staan. Over, ja, wat was het, hoe je een boot opknapt of zo. Ja, daar gaat niet heel veel aan veranderen. Ja. Dus ja, het ligt een beetje aan het onderwerp. Maar ja, het is wel zo dat als je het helemaal gemaakt hebt, dat je er heel lang plezier van kan hebben inderdaad. Ja. En nou is Frankwatching een van de, nou inderdaad, autoriteitswebsites. Daar gaan heel veel beginnende marketeers naartoe. Heb jij nog tips hoe iemand het snel eigen kan maken? Iemand die een beginnende content marketeer, die zegt ik wil beter worden. Waar moet hij starten? Ik zou of bij een content marketingbureau gaan werken. Zodat je gewoon lekker praktisch aan de slag kan. Of misschien een eigen blog opzetten. Maar in ieder geval niet te veel in cursussen of blogs van anderen. Of theorie. Weet je wel, van die Facebook-goeroes die je van alles vertellen via zijn sponsorpost. In ieder geval niet te veel in dat soort dingen blijven hangen, maar gewoon lekker hands-on zelf aan de slag. En daar leer je wel het meeste van, is mijn ervaring. Ja, en nu ook weer inderdaad benoem je gewoon zelf een blog opstarten, schrijven dus. Hoe belangrijk is het dat je goed bent in de Nederlandse taal? Ja, dat is wel essentieel eigenlijk. Want ik vind, zodra je misschien 1 spelfout, die overkom je nog wel. Maar ja, mensen die haken toch snel af online. De tekst moet wel snel pakken. En je moet het idee hebben dat je, als je een lange lab tekst ziet, moet je wel al snel het idee hebben. Ja, ik ga je tijd in investeren en anders dan klik je het gewoon weg en dan ga je een ander resultaat proberen. Ja. Dus ja, de taal moet wel echt goed zijn, de zinnen moeten goed geschreven zijn. En daarbij hoort ook opmaak bijvoorbeeld, dat het er een beetje visueel aantrekkelijk uitziet. Ja. Nederlandse taal,
ja, ik vind het bijvoorbeeld ook eigenlijk niet te doen om voor een andere taal, behalve het Nederlands, te werken. Ja, Engels gaat dan nog wel, misschien met de hulp van een Engelse native copywriter. Maar ja. Anders, ja, elke taal heeft zoveel eigen nuances. En als je een klein foutje maakt, dan kom je al best snel onbetrouwbaar over, vind ik. Ja, mee eens. En is dat dan ook, vul ik hem even voor je in, waarom je waarschijnlijk niet gelooft in AI-generated content? Nee, inderdaad. Ja, kijk, je zou wel een tekst door een vertaler kunnen halen en dat nog eens laten nalopen door door een native speaker. Maar echt AI-generated content, zie ik niet zo snel gebeuren. Nee, dus dat zal nog wel lang duren. Oftewel, je hebt nog wel eventjes werk. Ja, ik hoop het wel, ja. Ja. Heb je ook het idee dat nu in de COVID-crisis er meer gezocht is? Mensen zitten thuis, hebben iets minder te doen waarschijnlijk. Dus je zou kunnen zeggen, er wordt waarschijnlijk meer online gelezen, meer gegoogeld. Mm-hmm. Heb je dat idee? Ja, ik zie wel bij klanten die... die in businesses zitten die gewoon doorgaan, zeg maar. Dat daar het zoekvolume wel toeneemt, ja. Dus dat wijst er wel op dat er in ieder geval meer gezocht wordt en meer gekeken, ja. Betekent dat automatisch ook dat je geen last hebt gehad qua klantportfolio en klanten die stopten in het afgelopen jaar? Nou ja, misschien één stapje terug en drie vooruit. Inderdaad, toen de eerste lockdown inkikte, toen waren er wel wat klanten die even bang werden. Ja. Die gewoon serieus hun business een soort van hierdoor zagen opgaan. Ja, die stoppen dan natuurlijk wel snel. Anderen die zijn misschien eerst wat terughoudender. Maar al snel komen er dan toch wel weer anderen voor in de plek. Omdat iedereen ziet wel hoe belangrijk het juist nu is om online zichtbaar te zijn. Ja. En dus investeren juist in online marketing, content marketing. Ja. En kun je ons iets meenemen in een succesvolle case, waarbij content marketing gewoon dus heel succesvol dus was, maar waarin je stap voor stap ons meeneemt in, oké, hier moesten we op letten, dit was de opdracht, en zo was de aanpak. Dat het even goed gaat leven bij wat je nou dus doet en waarom het succesvol was. Nou ja, voor een softwareontwikkelaar in Amsterdam, waar we met Redpanda voor werken. Ja. Daar kwam eigenlijk een vraagstuk voor, ze hadden een mooie funnel gebouwd. E-mail funnel voor ze hadden bepaalde downloads en mensen kwamen dan in die funnel terecht en dan uiteindelijk moest er dan een demo voor hun product uitkomen. En die funnel die moest eigenlijk gewoon gevuld gaan worden en door middel van content marketing zijn we eigenlijk gaan zoeken naar de problemen die de software eigenlijk oplost en daar blogs over gaan schrijven en dat is best wel breed gegaan uiteindelijk, maar door goede content te schrijven, dus met mijn winnende succesformule. hebben we wat pareltjes eruit weten te vissen. En hebben we top 3 posities in Google weten te behalen. En dus met de middel van informatieve blogs. En vervolgens hebben we in die blogs hebben we goede call to actions geplaatst naar, naar de demo en naar de verschillende downloads. En zo zijn we heel duurzaam die funnel gaan vullen. Elke maand gaat het eigenlijk gewoon een stukje beter. Omdat die behaalde posities die blijven staan. Elke maand komen er weer nieuwe blogs bij. Dus die funnel wordt steeds voller. En die sales krijgt steeds drukker. Ja, ja, dan zeg je nog wel iets. Hè. Converteren vanuit blogs is lastig. Mensen lezen zitten zeker nog niet in de koopfase. Meer de oriënterende fase doorgaans vanuit blogs. Hoe heb je nog tips daarvoor? Hoe kun je ze toch op een manier laten converteren? Ja, daar moet je wel een tussenstapje voor nemen, is mijn ervaring. Dus niet vanuit de blog meteen doorgaan naar heb je nog vragen, bel ons. Mag natuurlijk ook, maar dat is niet de meest effectieve manier. Ja. Het is beter om een soort van download te maken. Dus een e-book of een calculator of een template of iets waar in ieder geval mensen iets aan hebben. Waar zij hun e-mailadres voor willen verruilen. En dan als je helemaal dat e-mailadres hebt om... dan eigenlijk weer via e-mailmarketing het verder op te pakken ze richting een sale te duwen. Ja. Dus dat is denk ik wel een belangrijke. Middenfunnel, ze eerst proberen te capturen,
met een e-mailadres achterlaten, iets downloaden, een verdiepingsslag. Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, dat geldt dan natuurlijk vooral voor B2B of producten die een wat langere aanloop nodig hebben, zeg maar. Ja. Als ik nieuwe schoenen wil kopen, dan bestel ik ze gewoon. Als ze niet bevallen, stuur ik ze weer terug. Maar als ik een schroef voor mijn vrachtschip wil hebben, dan moet ik misschien eerst even... Nee, dat is niet echt een goed voorbeeld eigenlijk. een dure software wil aanschaffen voor mijn hele bedrijf, dan wil je wel wat beter inlezen natuurlijk. Ja, precies. Nou, dan nog even de vraag, wat is dan het voornaamste verschil tussen een B2B blog, oké, diepgang informatie kan ik me zo voorstellen, mm-hmm. en een Zalando blog, waarin je, wat moet je daarover schrijven, zou je zeggen? Ja. Dus hoe anders is de aanpak bij die B2B versus B2C blogs? Ja, bij B2C is het vooral inspireren, naar mijn idee. En laten zien hoe het eruit kan zien en wat de mogelijkheden zijn. En bij B2B en de zoekvolumes zijn bij B2C vaak wat hoger. Ja. Want de B2C-markt is nu helemaal gewoon veel groter. Ja. En in B2B moet je toch echt laten zien dat je de expert bent op een bepaald gebied. Juist omdat dat gewoon belangrijk is binnen B2B. Ja. Dus dan gaat het echt over expertise laten zien. Maar ook de zoekvolumes zijn echt veel kleiner. Op sommige, soms is er geen zoekvolume te vinden op een bepaald onderwerp. Maar het kan toch heel waardevol zijn om over een bepaald onderwerp iets te schrijven. Als er maar 10 keer gezocht wordt op een bepaald onderwerp, maar van die 10 converteerden wel 2, dan is het natuurlijk super waardevol. Ja, dus in B2B is ook mijn tip om je niet blind te staren op zoekvolumes. Ja. Oké, nice. Is er nou een situatie denkbaar waarbij content marketing niet of nog niet aan te raden is? Kijk, SEO content marketing is misschien niet aan te raden voor producten die helemaal nieuw zijn, waarvan mensen nog nooit gehoord hebben. Die geen problemen oplossen, maar die echt alleen iets toevoegen aan je leven bijvoorbeeld. Maar zelfs dan zou je natuurlijk wel content kunnen maken en het... verspreiden via social advertising. Mm-hmm. Dus nee, ik zie eigenlijk zo snel niet echt iets waar het helemaal geen nut zou hebben. Nee, oké. Zie jij ads dan ook als content marketing? Ja, ik vind ads gewoon een manier om een doelgroep te bereiken. En de content die gemaakt wordt, daar gaat het uiteindelijk om. En hoe dat bereikt wordt, dat is een tweede. Ja. Stel dat ik jou of een willekeurige content specialist zou willen inhuren. Waar moet ik dan extra op letten? Waar moet ik aandacht aan geven? En hoe zorg ik ervoor dat ik niet de cowboy binnenhaal, maar de kwaliteit content marketing is zoals Steve the Brave? Ja. Je moet natuurlijk altijd vragen naar eerder werk en dan vooral naar resultaten. En dan het liefst niet één succesverhaal van 10 jaar geleden, maar gewoon recente successen. En daarbinnen moet de content natuurlijk ook gewoon goed zijn. Dus de schrijfstijl moet passen bij jou als klant of bij jou als merk. Dat het een beetje vlot geschreven is. Ja. En ik vind ook dat het wel belangrijk is dat de content specialist een beetje meedenkt over hoe de doelgroep te bereiken. Dat het niet is, wat is de opdracht, wat kan ik schrijven? Want dan vraag je dus een copywriter. Content marketing specialist die moet wel echt meedenken over de strategie. Dus ook over het bereiken van mensen. Ja. Precies, oké. Okay. Right. Zijn er doorheen, althans door de tijd, ik heb nog heel veel vragen, maar we moeten toch een eind aan breien. Tot slot, als er 1 tip is die je wil meegeven aan de beginnende ondernemer over content marketing, dan is dat? Je moet je altijd in de doelgroep verplaatsen. Dus schrijf niet om iets te vertellen, omdat je graag iets wil vertellen, maar schrijf omdat jouw doelgroep het graag wil weten. Ja. Precies, dus inderdaad niet schrijven om te schrijven, maar echt afvragen. En volgens mij is het dan ook juist handig om vragen uit het veld te beantwoorden. Oftewel, wat hoort de customer service? Wat zijn bij salesgesprekken veelgestelde vragen? Ja. Oftewel, haal het uit je eigen ervaringen. Ja, kijk, supportonderzoek is natuurlijk 1 manier om te ontdekken wat mensen willen weten. Maar inderdaad, misschien nog wel beter is... de klantenservice eens een keer binnenlopen en vragen wat nou veel woorden vragen zijn. Ja, nice. Super, dankjewel Steve. En
allerlaatste vraag. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Mensen kunnen mij bereiken via stevethebrave.nl of via LinkedIn, Stefan van der Wetering. En ze mogen jou ook wel bellen. Ze mogen mij ook bellen en ik verwijs er dan gewoon weer door naar de beste contentmarketeer die ik ken. Hè. Zo heb ik je geïntroduceerd en daar blijf ik ook bij. Top, Steve, dankjewel. En nou goed, je ziet hem wel verschijnen en ik verwacht een mooie blog daaraan gewijd. Zeker weten. Top man, dankjewel. Dankjewel.